Hoi, wat leuk dat je luistert naar Dokkast. In deze podcast van Bibliotheek Dok praten kinderen over dingen die ze meemaken. Ben je ook zo benieuwd naar het verhaal van een ander kind? Luister dan gezellig mee. In deze aflevering vertelt Enora van 9 jaar over het maken van stripverhalen. Hoi Enora. Hoi. Wat leuk dat jij in de podcast wilt vertellen over jouw verhaal. Waar wil jij het over hebben? Over de stripverhalen die ik zelf maak, die ik leuk vind en over hoe ik ze maak. Nou top, over stripverhalen dus. En jij vertelde al dus even, jij maakt ze zelf. Ja. Hoe ben je daar dan op gekomen? Nou, ik lees vaak strips en ik wou eerst schrijver worden, maar nu wil ik denk ik toch liever stripschrijver worden. Want ja, dat vind ik leuker. Het begon denk ik toen ik met mijn vriendinnetje samen een strip ging maken. En daarna ging ik andere strips alleen maken. Oké, en hoe lang doe je dat dan al? Was je 9, was je 8? Ik denk gewoon nog steeds 9. Gewoon 9, dus nog niet zo heel lang. Ja. Nee. En je zei al, ik wilde eerst schrijver worden. Ging je dan zelf verhalen schrijven? Of had je een dagboek? Een dagboek wou ik eerst wel. Mm-hmm. Maar ik vind het een beetje moeilijk om elke dag er in te schrijven. En soms is dat ook saai, dus dat heb ik niet. Maar ik schreef wel verhalen. Ja. En dat was wel vanaf mijn 6e of zo. Waar leer je dat, verhalen schrijven? Is dat iets van school of is dat omdat je bepaalde boeken hebt gelezen? Ik denk allebei. Ja, ja. Want je leest ook graag. Ja. Ja. En toen ging je dus met een vriendin stripverhalen maken. Wat is dan je eerste stripverhaal geweest? Super Oen en Mega Sukkel. Super Oen en Mega Sukkel. Dat klinkt helemaal niet aardig. Wat is dat voor een strip? Nou, dat is vooral een grappige strip, omdat met die vriendin lach ik heel vaak. Ja. En ja, hij is vooral heel grappig. Het is grappig. En wat voor avonturen beleeft hij dan bijvoorbeeld? Oenige avonturen. Avonturen en soms saaie avonturen. Wat leuk. Hey, en je hebt ook iets meegenomen. Dat zien de luisteraars zien dat niet. Maar wat is dat wat je mee hebt genomen? Een koffer die ik van mijn oma heb gekregen. Dat was niet toen ik 9 was. Ah. Vol met tekenspullen. Ja, dus ik zie echt potloden, wasco, krijtjes, aquarelverf of zo? Geen idee. Oké, maar dit is dus wat je nu gebruikt om strips te maken. Ja. En hoe begin je dan? Begin je met een verhaal bedenken? Of? Ja, ik begin meestal met een verhaal bedenken. Daarna teken ik de voorkant en daarna bedenk ik de rest. Ik had ook iets gehoord over Kees Kool. Ja, dat was echt eigenlijk wel een heel grappig verhaal. Want niet heel grappig, maar het is raar ontstaan. Okay, ik was op het strand en het was nog zomer. Mm-hmm. En we gingen bijna naar huis. Dus toen ging ik een verhaal maken in het strand met tekeningetjes. En uiteindelijk werd dat het ontstaan van Kees Kool. En daarna ben ik thuis strips gaan maken daarover. Ah, en wat is Kees Kool voor iemand? Nou, het begon omdat ik hou van pizza en dan maak je dan in zo'n kolenoven. Ja, ja, ja. En toen bedacht ik een naam met de K. En daarna bedacht ik een team. En toen werd het een strip. En waar gaat dat verhaal over? Vooral over niet grappig. Meestal is het gewoon serieus, maar soms zitten er wel grapjes in. Hmm. Waar ben je het meest trots op? Welk stripverhaal wat je zelf hebt gemaakt? Nou, dat is een strip die nog niet af is. Die gaat over Johnny en Zonstra. Ik kon geen andere naam bedenken. Ik vind het wel leuk. dat is omdat ik toen had ik voor het eerst een poppetje getekend die echt kon zien dat hij aan het zitten was. En niet dat hij heel moeilijk was te zien dat hij aan het zitten was. Want dat kon ik toen nog niet zo goed. Nee. Ja, want wat is dan het moeilijkst? Is het tekenen, het bedenken of het schrijven? Het tekenen. Dat is het moeilijkste. Ja. En zit je dan nog iets op tekenles? Of? Eerst zat ik op schilder / tekenles. Ja. Maar dat gaat toch niet weer verder of zo. Dat is afgelopen. Maar ik kan wel heel goed tekenen daardoor. Ja. Nou, en we hebben ook nog een vraag van een luisteraar. Ja.
Welke strips vind je zelf het leukst om te lezen? Nou, eerst was dat Donald Duck en die vind ik nu nog steeds heel leuk. Maar daarna, toen ontdekte ik de Tina en die vind ik nu ietsje leuker dan de Donald Duck. Ja, maar dat komt misschien ook omdat je ouder wordt. Ja, de Tina en de Donald Duck, die zijn wel echt ook heel erg leuk natuurlijk. Ja. En wat zou je dan later willen gaan doen? Stripmaker, zei je? Ja, stripmaker. Laat je ze nu al wel eens lezen door iemand? Vooral mijn moeder en mijn vriendin en het vriendinnetje waar ik de strip mee maak. Ja. Maakt zij ook nog strips? Dat is best wel lang geleden, maar de eerste keer dat ze een strip maakte, die heeft ze toen mee naar huis genomen. Oh ja, ja, leuk. Hey, en als kinderen nou ook strips willen maken, heb jij dan een tip voor ze? De meeste mensen vinden grappige strips leuk, dus ik zou er ook heel veel grapjes in doen. Mm-hmm. En gewoon lekker losgaan, tekenen en kleuren en schrijven wat je wilt. Top, dankjewel. En dan ga ik aan Tamara vragen. Heeft Tamara nog leuke boeken of striptips? Jazeker. Want in Dok hebben wij een enorme stripgang. Die zit een beetje verstopt. Maar daar vind je allerlei strips. En een van de leukste strips daar, dat is de Crazy Cavia's. Die is inderdaad heel grappig. Maar er is ook een hele spannende strip. Dat is de Zombietrein. En dat is niet zomaar een strip, dat is een stripgedicht. Dus als je daar nieuwsgierig naar bent, dan moet je eens even in de stripgang gaan kijken. Haal jij ook hier inspiratie bij Doc vandaan van jouw strips? Soms wel, ja. Ja? Want je leest nu vooral veel Donald Ducks en Tina's of ja, ook andere? Eerst las ik ook Suske en Wiske, maar die vind ik nu niet meer zo leuk. Oké. Ja, dat kan. Nou, ik wil je heel erg bedanken dat je over je verhaal van het stripmaken wilt vertellen. Heel leuk. Ik hoop dat je nog heel veel strips gaat maken. En wie weet liggen jouw strips hier later wel in Doc, zodat alle kinderen ze kunnen lezen. Hoe zou dat zijn? Heel cool. Heel. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer horen of juist zelf verder lezen? Kies dan voor nog een aflevering. Maak gebruik van de boekentip of kom nog meer verhalen ontdekken bij Doc.